Hoe kan Europees subsidiegeld terechtkomen bij Palestijnse terroristen? Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. Europees geld wordt mogelijk gebruikt om aanslagen op Israël te financieren. Dat concludeert de Palestinian Media Watch. Straks een gesprek met SGP-europarlementariër Bert-Jan Ruijsen over deze subsidies en wat daaraan moet gebeuren. Maar eerst, koren mogen weer samen repeteren, maar wel op anderhalve meter afstand. Dat staat in een advies dat het RIVM heeft opgesteld samen met Koornetwerk Nederland. Aan de telefoon dirigent en organist Marco den Toom. Goedenavond. Goedenavond. Hallo. Wat heeft het RIVM geadviseerd? Dat we dus weer mogen gaan repeteren, weer mogen gaan zingen met koren. Maar dan wel in een zigzagopstelling, althans dat wordt geadviseerd. Dat wil zeggen dat jouw achterligger 3 meter achter je staat en schuin achter je zeg maar 1,5 meter staat er iemand. Mm-hmm. Zodat dus die deeltjes zo min mogelijk kans maken om bij jou in de buurt te komen. Dus, en dan wordt er geadviseerd om goed te ventileren uiteraard. En in pauzes ook minstens 10 minuten de boel wagenwijd open te zetten. Dus het zijn allemaal zomerse adviezen zou ik zeggen. Ja, is dit werkbaar voor koren? Ja, we maken het gewoon werkbaar. Ik bedoel, we willen allemaal ontzettend graag weer aan de slag. En koren willen ontzettend graag weer zingen. Want het is natuurlijk vaak, het zijn hobby's en geloofsuitingen. En mensen willen gewoon dat weer beleven en weer lekker aan de slag. En dat dat dan zo moet, ja, dan maar zo. Maar als we maar weer kunnen zingen. Dus ik denk dat we dat gewoon werkbaar moeten maken, ja. Nou heeft premier Rutte vorige week gezegd dat koorzang in de kerk wel weer mag, maar dat de kerkleden zelf nog niet mee mogen zingen. Snapt u dat? Eerlijk gezegd niet helemaal, nee. Ik kan me wel voorstellen dat bij een koor, als je dan denkt van joh, ik ben een risicogroep of het is angst of weet ik veel wat, dat je dan dus op de een of andere manier gewoon thuis blijft. En als je naar de kerk wil, ja. En je wil daar dat je vindt dat zingen eng of weet ik wat, dan kun je niet kiezen meer. Dus ik kan me voorstellen dat dat erachter zit. Maar ja. Toch kun je het eigenlijk niet verkopen. Nee. Gaat u nu gelijk weer met uw koren aan de slag? Eerlijk gezegd staan wij wel te popelen. Maar we moeten natuurlijk nog wel eventjes goed nadenken hoe we dit in praktijk werkbaar kunnen krijgen. Want ja, de meeste koren repeteren natuurlijk toch in stoffige, ongeventileerde kerkzaaltjes. Om het even heel plastisch uit te drukken. Mm-hmm. En daar is vaak gewoon niet zoveel ruimte voor om ineens zo wijd uit elkaar te zitten. En ja, ik heb een koor van 120 man in Woudenberg. Ja, dan zit die zaal ook wel aardig vol. Dus we zullen echt op zoek moeten gaan naar andere repetitieruimtes, denk ik. Om hier een succes van te maken, zeg maar. Waar ja. We allemaal blij van worden. Dat snap ik. Dank u wel voor uw toelichting, dirigent Marco den Toom. Europese subsidies voor de Palestijnse autoriteit komen mogelijk terecht bij terroristen die aanslagen plegen op Israël. Dat blijkt uit een rapport van de Palestinian Media Watch. In de studio Bert-Jan Ruijsen, Europarlementariër namens de SGP. Goedenavond, meneer. Goedenavond. Hoe kan het dat EU-geld bij terroristische organisaties terechtkomt? Ja, dat vragen we ons ook af. We hebben daar in het Europees Parlement recent een webinar over georganiseerd om dit boven tafel te krijgen. Wij hebben dus duidelijke aanwijzingen dat geld wat de EU overmaakt aan de Palestijnse autoriteit, dat via de PLO wordt doorgesluist naar zogenaamde Palestijnse instituties, zo wordt het al genoemd. Maar als je dan goed kijkt, dan gaat dat dus inderdaad om organisaties die als terroristisch aangemerkt moeten worden, die ook door de EU op een terroristenlijst zijn geplaatst. Dus er wordt geld door via de Palestijnse autoriteit en de PLO doorgesluist naar die instanties. En het gaat om enorme bedragen. Dus vandaar dat wij ook hebben gezegd van hier willen wij meer informatie over. En hebben wij hier dus samen met een andere Europarlementariër nadrukkelijk ook schriftelijke vragen over gesteld. Ja. En kunt u mij uitleggen hoe het antiterreurbeleid van het Europees Parlement eruit ziet?
Terrorismebestrijding is absoluut een prioriteit voor de Europese Unie. Hè. Zeker natuurlijk ook naar de aanslagen op de Twin Towers in de tijd. Dus we hebben duidelijk strikte regels als het gaat over terrorismebestrijding. Zeker ook in de EU zelf. Je mag natuurlijk absoluut geen steun geven aan terroristische instanties in de EU. Je mag er zeker geen subsidiegeld aan geven. Nee. Maar als het gaat natuurlijk over instanties buiten de EU, wordt het al heel lastiger. Ja. En wat je nu ziet, dat is dat we wel duidelijke regels hebben als het gaat over steungeld aan zogenaamde NGO's. Ja. Maar als het gaat over steungelden die we geven aan de Palestijnse autoriteit, hebben we kennelijk geen heldere regels daarover afgesproken. En geven we de Palestijnse autoriteit dus ruimte, daar ziet het nu naar uit, om geld door te sluizen naar terroristische organisaties. Wat natuurlijk een hele kwalijke zaak is. Ja. En vandaar dat we ook hebben gezegd, de onderste steen moet boven. Ja. Nu zei u al, het gaat om heel veel geld. Kunt u een bedrag noemen? Heeft u inzicht daarin? Het gaat om circa 200 miljoen euro per jaar wat doorgesluist wordt naar die zogenaamde PLO-instituties. Mm-hmm. Dus is dat geld dan in eerste instantie voor bedoeld? Het is natuurlijk primair bedoeld om de Palestijnse samenleving te ondersteunen, om de overheidsinstanties te ondersteunen, om zeg maar een fatsoenlijke samenleving te creëren, om instituties in het leven te roepen, om zeg maar de rechterlijke macht te ondersteunen. Civiel-rechtelijke zeg maar goede doelen op zichzelf. En dan is het wel heel kwalijk om te zien, althans het ligt een heel duidelijk vermoeden, dat waarschijnlijk een flink deel gaat naar instanties die aanslagen plegen op Israël. Ja. En in het verleden dat ook hebben gedaan. Is er dan genoeg controle op dat geld? Of dat ook voor de juiste doelen wordt gebruikt? Nou precies, dat is een tweede aspect. Aan de ene kant denk ik dat de wetgeving nog niet goed is op dit punt. En daar is dus reparatie op nodig. Tegelijkertijd laat het in mijn beleving ook zien dat de controle op de besteding van de middelen, dat achterwege blijft. En dat moet nadrukkelijk worden aangescherpt. Ja. Wat moet er volgens u concreet veranderen? Nou, wat concreet moet veranderen, dat is de wetgeving moet worden aangescherpt, zodat glashelder is, dat ook in de wetgeving vast ligt dat de Palestijnse autoriteit geen geld mag doorsluizen naar terroristische organisaties. Mm-hmm. Dat is één. En twee is, de controle op de besteding van de middelen moet nadrukkelijk worden aangescherpt. En drie, er moet ook veel meer transparantie komen. Ja. Er moet inzichtelijk worden gemaakt waar onze subsidiegelden naartoe gaan. Ja. Krijgt u daar steun van andere Europarlementariërs? Jazeker wel. Ja, ook op het webinar waren verschillende parlementariërs aanwezig die ook best geschokt waren door deze berichten. Mm-hmm. Dus ik probeer nadrukkelijk ook met collega-parlementariërs steun te vinden hiervoor. Mm-hmm. En dit soort zaken aan de orde te stellen. Ja. Speelt dit nou ook voor andere landen dan alleen Israël en Palestina? Het is natuurlijk wel heel erg hierop gefocust. Mm-hmm. Maar inderdaad, die regelgeving met betrekking tot terroristische organisaties is natuurlijk ook breder. Op die EU-lijst van terroristische organisaties staan nadrukkelijk ook instanties die gevestigd zijn in andere landen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld in Iran en dat soort landen andere landen in het Midden-Oosten. Ja. Nu geeft Nederland zelf ook geld aan Palestijnse ontwikkelingsorganisaties waarvan medewerkers banden hebben met terreurorganisaties. Ja. Uw partij, de ChristenUnie en de PVV, hebben daar ook kamervragen over gesteld. Is dit in strijd met de Europese regelgeving? Daar ziet het dus wel naar uit. En dat is ook de reden geweest waarom onze partijen hier vragen over hebben gesteld. Omdat ook hiervoor geldt dat de onderste steen boven moet komen. Kijk, ook een land als Nederland is natuurlijk gebonden aan die EU-lijst. Mm-hmm. Hè? En ook een land als Nederland moet zich houden aan de Europese regels die we hebben met betrekking tot terrorismebestrijding. Ja. En die Europese regels, gelden die dan alleen voor het Europese geld? Of gelden die ook voor wat de lidstaten inbrengen aan geld, zeg maar? Of voor hun eigen geld? Ja, die gelden zeker natuurlijk ook voor de gelden vanuit de lidstaten zelf. Want het gaat over verordeningen, het gaat over richtlijnen die dus ook betrekking hebben op de wetgeving op de geldstromen vanuit de lidstaten. Nederland is ook gebonden aan die EU-lijst met betrekking tot terroristische organisaties. Ja. En wat geldt dat dan verder voor Nederland? Wat heeft dat dan verder voor invloed op Nederland? Wat zouden we daar moeten veranderen?
Nou, ik denk dat we nu eerst inderdaad het antwoord moeten afwachten op deze Kamervragen. Mm-hmm. Dat eerst helder moet worden, wat is er nu precies aan de hand? Kloppen die aanwijzingen inderdaad? Hè? Of het geld vanuit Nederland bij terroristische organisaties terechtkomt? Mm-hmm. Het is meer dat we nu ook nadrukkelijk opheldering willen vragen. Als dat inderdaad gewoon het geval blijkt te zijn. Ja, dan denk ik dat we op een gegeven moment ook gewoon moeten stoppen met het ondersteunen van de Palestijnse autoriteit. En dat we moeten zeggen van ja, zolang de Palestijnse autoriteit terrorisme niet afzweren, mm-hmm. ja, dan moeten de betalingen ook maar worden opgeschort. Ja, gaat dat gebeuren, denkt u? Nou ja, dat is natuurlijk de grote vraag of dat gaat gebeuren of dat er politiek draagvlak voor is. Ja. In die zin heb ik het gevoel dat zeker in de Nederlandse verhoudingen dat het niet helemaal helder is. Soms zie je dat er een meerderheid is om Israël zeg maar te bekritiseren, zoals mm-hmm. recent is gebleken rondom de bezette gebieden. Ja. Maar er is ook wel een duidelijke stroming in de Tweede Kamer die ook wel zeker het subsidiëren van terroristische organisaties natuurlijk een hele kwalijke zaak vindt. Dus ja. ik denk dat het wel mogelijk is om hier draagvlak voor te vinden. Ja. Oké. Vanaf gisteren mag Israël volgens het Israëlische regeerakkoord delen van de westelijke Jordaan-oever annexeren. Het is nu nog stil, maar denkt u dat Netanyahu dit op korte termijn gaat doen? Dat is inderdaad afwachten. Dat is zeer onzeker of hij dit gaat doen. Het staat natuurlijk inderdaad in het coalitieakkoord. Mm-hmm. Maar of hij dat gaat doen en op welke termijn, dat is natuurlijk zeer de vraag. Dat hangt natuurlijk mede af van ja, hoe er internationaal op gereageerd wordt, denk ik. Maar het hangt er denk ik ook van af van of dat er bij de Palestijnse autoriteit bereidheid is om eens een keer aan tafel te komen. Hè? Want dat is natuurlijk wel wat moet gebeuren. Ja, tot nu toe is het elk vredesakkoord. Ze houden voortdurend de boot af. Ja. En wat belangrijk is, vredesonderhandelingen moeten worden opgestart. En er moet dus bereidheid zijn, ook aan de Palestijnse kant van de zaak, om aan tafel te gaan zitten. En ja. Ik kan me voorstellen dat als die bereidheid er is om te gaan onderhandelen, dat dan ook de Israëlische autoriteiten zullen aangeven van nou, dan moeten we onze plannen op dit punt misschien ook maar even in de ijskast zetten. Ja, maar laten precies. we in ieder geval aan tafel gaan en vredesbesprekingen opstarten. Dat is cruciaal. Maar nu is er veel kritiek op het plan van Netanyahu om te gaan annexeren, ook vanuit de EU. En EU-parlementariër commissaris Borrell die waarschuwde Israël voor significante maatregelen. Waar moeten we dan aan denken? Ik weet niet wat hij precies voor ogen heeft. Ik vind het eerlijk gezegd een slecht signaal wat hij afgeeft. Ook het signaal wat vanuit de Tweede Kamer afgegeven is rondom de motie. Ook de Tweede Kamer heeft gevraagd om onderzoeken naar de mogelijkheden om sancties in te stellen. Ja. Waar ze dan precies aan denken, dat laten ze in het midden. Dat is onduidelijk. Maar ik vind het echt een heel slecht signaal om nu richting Israël te zeggen van wij gaan eens even dreigen met sancties. Ja. Want daarmee laten we ook zien dat we volgens mij helemaal geen zicht hebben op nou de werkelijke stand van zaken in die op de Westbank. Ja. We moeten ook oog hebben voor de historische ontwikkeling. Hè? Ja. En voor de juridische status van deze gebieden. En als je je daarin verdiept, dan moet je vaststellen dat ook Israël wel degelijk ook zowel historisch als juridisch grond heeft of basis heeft om delen te claimen, laat ik het zo zeggen. Dus ja. Nu zei u al, hè, de Tweede Kamer heeft ook een motie aangenomen tegenover Israël. Ja. Zouden ze dat ook doen als China Hongkong gaat annexeren? Nou ja, precies. Die vraag heb ik mezelf ook al gesteld. In die zin heb ik wel eens het gevoel dat het de politiek zich wel eens schuldig maakt aan selectieve verontwaardiging. Ja. Ik vind inderdaad ook dat we ook richting China duidelijk moeten laten blijken dat wat er in Hongkong gebeurt, dat het natuurlijk echt niet kan. Nee. Dus dat is absoluut een punt. Goed. Ja. Ik wil u danken voor uw komst en voor uw toelichting. Dit was Uitgelicht voor vandaag. Ik dank u voor het kijken en ik zie u graag morgen weer. Tot dan. Dag.